Een bezoek aan het ziekenhuis kan voor kinderen veel stress met zich meebrengen. Het Martini ziekenhuis wil daarom een interactieve speelhoek voor bij de spoedeisende hulp. Zo'n speelhoek kost veel geld. En daarom heeft Stichting Vrienden van het Martini ziekenhuis gisteren een spinningmarathon georganiseerd. Meer dan 100 deelnemers zaten gisteren te zweten op de fiets om zoveel mogelijk geld op te halen. De reden dat ik meedoe is dat ik het een hele mooie manier vind om zo samen met elkaar... Ga even staan hoor. Een hele mooie manier vind om zo samen met elkaar geld in te zamelen voor kinderen die in principe nou na de beleving hebben natuurlijk op de SCH, maar op deze manier toch een beetje aangenamer te maken. Ik zag dit voorbij komen op Facebook en ik vind het heel belangrijk om een sportieve activiteit van mezelf in te zetten. En op die manier mee te gaan doen voor het goede doel. Omdat ik zelf heel veel van fietsen hou en het goede doel vind ik ook heel erg belangrijk. En als ik voorzitter van deze, algemeen directeur van deze organisatie ben, vind ik het ook belangrijk om te laten zien dat je er zelf ook aan meedoet. Nou, mijn dochter die organiseert dit. Dus die zei, pa, je fiets veel. Wil je meedoen? Ja, dat doe ik. Is er ook echt een interactieve speelhoek nodig? Nou, wat wij hebben gemerkt hier in het ziekenhuis is dat, dat afleiding natuurlijk belangrijk is om ontspannen een behandeling in te gaan of wat dan ook. Wij hebben heel veel projecten die te maken hebben met afleiding en we gaan natuurlijk met de tijd mee. En dan zijn inderdaad interactieve spellen en toepassingen zijn daarin heel belangrijk. Zoals bijvoorbeeld ook VR, wat we vaak gebruiken. Wat voor toestellen willen jullie er eigenlijk precies gaan neerzetten? Nou, het is eigenlijk een soort van wachtkamer. Ja, dus het zijn niet alleen maar toestellen, maar het is een wachtkamer waarin een aantal interactieve spellen worden geplaatst. Dat zijn bijvoorbeeld spellen die mechanisch zijn, dus met echte houten borden, speelborden. Maar er zitten ook inderdaad schermen bij waar je met je vingers gewoon spelletjes met elkaar ook kan spelen, interactief. Ja, dus touchscreens. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om op deze manier... Ja, het geld in te gaan zamelen en niet bijvoorbeeld door langs de deuren te gaan en collecties te gaan lopen. Nou, een van onze sponsoren, Plas Bossinade, advocaat en notarissen, die hebben een stichting pro bono. Zij dragen bij aan spinningmarathons voor goede doelen. En zij zeiden van, eigenlijk zouden jullie dat ook een keertje kunnen organiseren om geld op te halen. En zo is het balletje gaan rollen. Dus vandaar dat we hier nou staan en dat het er is. Voor de nieuwe speelhoek is er totaal €11.000 nodig. De deelnemers hebben hiervoor al aardig wat geld binnengehaald. Ik heb tot nu toe al €150 binnen, dus ik ben benieuwd wat het uiteindelijk op gaat leveren. Maar hier ben ik al heel blij mee. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik heb het namelijk direct laten overmaken naar het rekeningnummer. Dus ik hoop dat achteraf nog wel even te horen. Ja. Volgens mij €400. Aan het eind van de dag was er genoeg geld bij elkaar gefietst. Oh.